Ja, mensen, hallo en welkom bij een nieuwe review hier op de PetterK. En ik had gezegd, er komt een review aan. Oh, dat is gewoon categorie Amsterdam Arena, de toppers. Ja, dat is ook de categorie van de kermis hier. Oh, je komt er ook gewoon bij, Sarabi. Ja, gezellig dan. Ja, maar ja. Dat, ja. Ja. Oké, okay, mensen. Nou ja, meer ga ik niet over vertellen. Top review wordt dit, met top attracties. Grootste kermis van Nederland dit jaar. De kermis in Den Haag. Let's go. Dit is ingang 1 met een wachtrij, desinfecteerspul. En dan komen we binnen met de suikerspin. Snoepkraam, rapie vol in beeld. Hoi. Voetbalspel, schietsalon en daarachter bussensport aan de andere kant. Grijpers, draaimolen en Lucky Duck baby. Around the World van de Voer, hier op de hoek. Je kan hem dus op de heenweg pakken, maar je kan hem ook op de terugweg pakken. Wij kiezen ervoor om op de heenweg te pakken. De kermis hier staat in de basis van de Koningskermis, die niet door is gegaan vanwege corona natuurlijk. Nu staat hij dus hier met de basis van de Koningskermis. Een aantal attracties hebben toegezegd, maar we komen niet. Dus er zijn wat vervangende attracties. Op het terrein zijn ook pinautomaten, daar bijvoorbeeld eentje. Je kan pinnen. Er zijn meerdere van die plekken hier op het terrein. De Airways Bungee. We gaan spanning opvoeren. En dan zijn ze zo meteen aangespannen, de elastiek. En dan. Zo, ja, Europa's hoogste bungee staat nu in Lille. Lekker hoor, als je ervan houdt. Teacups. Pusher. Hier nog in die blikken gooien zie je hier chocoladerat. En hier zie je de desbetreffende, ja, de bekende prullenbakken weer met de achterlijntrek. Waar de route aangegeven wordt, maar heel veel mensen houden zich er toch helaas niet aan. Het is niet te begrijpen eigenlijk, mensen, dat heel veel mensen zich niet aan die eenrichtingsroute houden. Ja, hier in Den Haag, maar niet alleen in Den Haag, in die grote steden in Nederland, bloeit corona opnieuw weer op. Het gebeurt vooral binnen hoor, het gaat hier op de kermis niet gebeuren. Maar hou je gewoon aan die regels, want straks moeten al die kermissen weer dicht en dan heb je geen ene fluit aan dan. Het is gewoon zonde. Oh, ik hoor net dat ik overgeving vermoed. Basketbalspel, reactor waar we zo meteen op terugkomen en Pirates of the Caribbean, mijn favoriete spelkraam van dit moment. Waarom? Ga ik je zo meteen even laten zien. Ga ik je nu gelijk maar even laten zien. Kijk, dit is dus die tent waar je dus kan airhockeyen en daar zijn wij als groep behoorlijk verslaafd aan. Kan je ook wel zien op dit kanaal, want er komen er nog aan video's met airhockey. Is altijd best leuk. Joepie, joepie, de... Ja, daar is hij weer, mensen. De eerste topper van de kermis, laten we eerlijk wezen, is de reactor van Bushveld. Topzaak kwam al tegen in onder andere Den Bosch, maar ook Os en Tilburg. Ja, ik blijf hem geweldig vinden, mensen. Ik kan er niks aan doen. Als je dan denkt, Pet, heb je ook wel eens een minpuntje over deze attractie, dan is dat één dingetje, maar dat is wel zakzeikerij. En dat is dat de stoelen nogal hard zijn op het moment dat je vol gas gaat, zeg maar. Dan word je dus in je stoel gedrukt, maar die zijn redelijk hard. Bijvoorbeeld een Hus take-off, die is wat comfortabeler. Oh, dan gaat hij lekker vol gas. Tempo, 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 tempo. En dat is wat hij nou lekker maakt. En ook nog eens met goede shows erbij. Yes, yes, yes. Meerdere wc's, helaas tegen betaling. Ik vind dat toch altijd een extra service dat zonder betaling is.
En Funhouse Fire Department van Orleman. Eén na grootste funhouse van Nederland. Buggies vanaf de andere kant. En trampoline. Wat hoe heet dat? Circus jump of zoiets. Nou ja, dan kan je lekker op en neer gaan. Ja. Ijs, ijs, baby, ijs. En lumpia. Een nieuwe zaak, maar volgens mij is die gewoon dicht of zo. Ik zie er weinig bij. Beachparty zien we daar nog staan, want er zit geen beweging in, dus ik ga even door. En de Fun Factory, allebei van de poorten trouwens, zowel de WIP, Beachparty als Fun Factory. En Robin Hood. Toch nog een dryshot van de Beachparty. Dolfijn op de kassa is nieuw. Nou, dat vinden wij nou eens dolfijn. En de dansende attractie voor deze games is de Turbo Polyp van Hans van Tol. Ja, Den Haag viel een beetje vervelend, hè, tenminste voor mij. Maar normaal had het de Turbo Polyp in Goes. Goes gaat dan nu alsnog door. Maar ja, het valt gelijk met Den Haag, dus geen Turbo Polyp in Goes. Alright, come on, let's go! Ja, je ziet het goed, mensen. Weer een topper en wel de Toxic van Nick Monen. Den Haag staat vol met toppers dit jaar, mensen. Dat is niet te geloven. Ja, en ik hou ervan, mensen. Ik hou ervan. Deze gaat minimaal één keer gedaan worden dit jaar, vandaag. Want ik hou ervan. Wat een super attractie. Toxic van Nick Monen. De oude Speedflip. Tenminste, de oude Speedflip. Hij heeft alleen een nieuwe naam gekregen. Typisch nog steeds Speedflip. Nick Monen die overigens aankondigde om met een nieuwe attractie te komen over 2 jaar. We zijn natuurlijk benieuwd wat dat gaat worden. Maar als het niveau blijft houden wat hij de afgelopen periode gedaan heeft. Wauw. Dan dan belooft het veel. Want ook dit is weer na de reactor een topmachine van Nick Monen. Oké, dames en heren, we gaan ervoor. Ja, we zijn er klaar voor. Oké, er komt diep. Door. En hij is zo intens en zo lekker door zijn kleine draaicirkel van de kruisen. Echt fantastisch. De spinnenkozen van Bewalda. Oh, lekker spinnenbaby in de spinnenkozen. Spinnycoaster die voor de helft weggedrukt staat achter een kraan. Maar toch vind ik het niet storend, hoor. Wat ik ook altijd heel mooi vind in zo'n opstelling, dat is dat ze daarnaast de mega slide zetten. Die is ja, net niet even lang, maar wel ongeveer even lang. En dat vind ik altijd mooi in zo'n opstelling thuis passen. Die muisbaan naast de mega slide. Gaan ze komen of gaan ze niet komen? Ja, daar komen ze. Ja, deze stond ook in mijn top 10, hè, mensen. Lost Escape Adventure. Wat een top, zag je hier ook weer in Den Haag. Terwijl er een hele fotoshoot daar bezig is. Nou, het ziet er goed uit, moet ik zeggen. En ook de fotoshoot. Maar daar ging het nu even niet om. Maar Lost Escape Adventure, fantastische zaak. Zou die pilaar daar, zou die nou weer nieuw wezen? Ik heb eigenlijk geen idee. Maar het blijft de topzak, mensen. Lost Escape Adventure. De kindermolen met Wieger. Op een of andere manier is Wieger altijd bij de kindermolen te vinden. Dat was in Hoorn ook.
En de McMill van de Vries. En dan, ik wist niet dat hij er nog was in Nederland, maar hij is er blijkbaar nog. De Formule 1 autoscooter van Ekkelboom. De oude bouwscooter, weet je wel. Ik dacht dat ze deze weg hadden gedaan, omdat de bouwscooter is, veel werk in zit, zwaar werk. En dat ze daar voor in de plaats die Bokken nog wat. Met die ijsthema, weet je wel, gekocht hadden. Maar ze hebben deze dus nog steeds. Dat vind ik wel heel gaaf hoor. Misschien zo meteen, puur voor die nostalgie, even een ritje doen. Tegen Wieger. Ja, zeker. Uitgescheurde bilmaat. Ja, lekker. Jij, hè? Jij. Ja, ik, ja, ja, ja. We're flying high in de olifanten van de Flying Jumbo van Vermolen. Die staat hier ook weer in. Ja, ik blijf het zeggen en nog steeds persoonlijk qua kleurstellingen en zo. De mooiste Jumbo van Nederland. En hier zien we de Metmeel aan het werk. We moeten dus overheen springen. Oh, hij gaat de andere kant op. Oké, okay, steeds een beetje sneller, steeds een beetje meer. Come on. En geen die als langs blijft staan. Heeft gewonnen. Zo simpel is dat. Okay. Als spookhuis Ghost Castle van Smith. Oh, je probeert het mysterieus te maken, maar dat gaat niet zo goed live. Zo, de toeter mensen, de toeter. Sinterklaas komt ook aan, hoor ik net, hier binnen. Oh. Kijk eens. Hoi. Nou mensen, we staan er voor de nieuwe attractie van Nederland, de Hurricane, familiezaak van Van Reken / Brouwer. Dat is geen bierbrouwer. Niet? Ja, nee. Leuk ik wel. Hebben we al drie keer gezegd. Ja? Het al verder. We hebben drie keer zelf een shot op moeten nemen. Ik heb al drie keer die grap over die bierbrouwer gemaakt. Ik vind hem wel leuk. Ja, hij is leuk hè. Maar jij hebt een interessante informatie over deze attractie. Ja, hij is dus gebouwd op Parkrijds Lamborghini. Is dat van het automerk? Nee, het is niet van het automerk. Dat zei je net ook al volgens mij. Ja, ja, ja. Ja, toen zei ik nog iets en dat hebben we eruit gekregen. Ja. Dat is een merk wat eigenlijk redelijk onbekend is. Ja. Volgens mij bouwen ze vrij veel van die kleine attractiesjes voor in winkelcentrum en zo. Allemaal dat soort rotzooi. En nou hebben ze dus ook dit. Maar dit is geen rotzooi. Je krijgt een stukje onride te zien en misschien nog een stukje offride en daarna onze mening. Ja, ja. Oeh, gekke werk. Oh, andere kant op. Ik denk dat ik nu al goed gekeurd is. Ja. Maximaal een fun gros. Ja, dat wel. Oh, heerlijk. Andere kant. Ja, ja. Hier is hij dus draaiend, de Hurricane. Je hebt dus een middenas die dus ook nog draait. Dus die dus een beetje schuin staat, zoals een twister. Zoals de Hollywoodstar zo'n beetje. En dan heb je dus een gondel waar je dus in kan spinnen. En dan zit hij hier gewoon in met de armen over elkaar. Die denken, nou, dit is helemaal geen reet aan. Maar dat klopt omdat je dus niet zit te spinnen. Ja, zo simpel is het. Een leukere zaak als dat je denkt mensen, de Hurricane. Doorlopen plezier voor jongen nou. Hij erin. Hé jongen. Gassen. Bas, is dat de golfrem? Helemaal niet man. Nou, we hebben hem net gedaan mensen. En wat vond Jan of voor ervan? Leuk. Het is een echte familiezaak. Je kan hem zo hard maken als je hem zelf wil. Maar naast een familiezaak is het ook een vriendenzaak. Want met een groep vrienden is dit gewoon hartstikke lachgebal. Het is echt leuk. Wat vond jij ervan, Rapi? Ja, ik vond hem ook hartstikke leuk. Je kan hem inderdaad zo even maken als je wil. Sportschool is trouwens wel aanbevolen erbij. Want het is aardig zwaar. En maar ja. Daar hebben wij Wieger voor. Wieger, wat vond jij ervan? Ja, ik vond het een mooie zaak. Leuk voor de grotere familiegroepen, vrienden. En vooral als je een pintje op hebt, zeg maar, dan zou ik het ook doen, want dan is het alleen maar lachen. Is het effect alleen maar groter? Ja. Nu ga ik het even vertellen, mensen. Ja, ik ben zelf heel eerlijk. Ik heb deze zaak een beetje onderschat. Ik zag filmpjes, dus dan dacht ik, familiezaak. Is het niet eerder een kinderzaak?
Maar nee, dat is het niet. Al qua snelheid is die natuurlijk niet snel, want het is een familieattractie. Maar doordat jij aan dat wieltje kan draaien en je gondelsnelheid kan bepalen, kan je hem zo extreem maken als je zelf wil, als je maar genoeg spierballen hebt. Nou, mensen, god joh, ik ben de spierbundel zelf, dus ik kan het wel. Ik ga misschien vanavond nog een keertje doen, maar dan zonder camera, want ik vind het een leuk dingetje. Oh, heerlijk, 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 maar ook tegelijkertijd niet zo heerlijk. Fjordstens hier, dat is natuurlijk wel heerlijk. Maar normaal ook vaste breakdays in Goes. En dit jaar moet hij dus ook overslaan in Goes. Omdat hij dus hier in Den Haag staat de hele maand. Ja, hier in Den Haag zijn ze dus blij mee. In Goes moeten we het doen met een hele goede vervanger. Dat wel. Maar dus dit jaar geen Fuse-dance. Daarom genieten wij er hier nog even extra van. De beste, snelste en variabelste breakdance van Nederland. Future Dance, de absolute nummer 1. Het is toch een prachtige breakdance, hè? Ik blijf wat zeggen, geweldig ding, man. Ja, ik zeg het vaker, corona brengt veel negativiteit met zich mee, maar voor de kermis is toch wel veel positiviteit. Want de propeller altijd in Duitsland te vinden en niet meer in Nederland. En nu weer eens een keer terug in Nederland en wel hier in Den Haag. En daar zijn we blij mee, die gaan we zeker vandaag een keertje doen. De propeller van Albert Orman, een topzaak op de Nederlandse kermis. Die veel te weinig te zien is, hopelijk gaat het weer vaker gebeuren, maar eerlijk gezegd ben ik er toch wel een beetje bang voor. Helaas tegen de zon in, maar ja, daar kunnen we ook niks doen, mensen. Ze kunnen moeilijk de zon uit de lucht halen. De Fireball van Stroeken. En KMG Surfride. Met de rook. Och, heerlijk. Let's go, here we go. En je hoort hem al misschien, de dance mix van Otten. De KMG X-Drive. De is gebouwde. Altijd een goede show deze attractie. Ik vind het alleen altijd jammer dat hij gewoon een standaard programma draait. En dan vind ik hem in dat programma, vind ik hem net kort schieten als hij met de molen meedraait. Dat is een persoonlijke mening. Dan vind ik, ja, op het moment dat hij net lekker wordt, kapt hij me af, zeg maar. En nu kan ik hele rare en vieze vergelijkingen gaan maken daarmee. Maar die ene rare en vieze vergelijking, zo denk ik er dan wel over. Maar goed, laten we het een beetje familiegericht houden. Dan ga ik het maar niet uitleggen. Naast de dance mix overigens. De cakewalk van Remer. Mega Luna Park. En de Project 1. Of Ein. Net hoe je het wil noemen. Je kan erin voor 3,50. Hij is hier wat later gekomen omdat hij in de Assen nog stond. Daarom is hij later aangeschoven hier in Den Haag. Kijk, en dan gaat hij vol gas, hè, mensen. Oh,
Grijpers, Happy Wheel. Meeglopen. Kamelenrace. Waarom niet? Rust maar, we zo meteen op terugkomen. En de babyvlug. En die heet de Helilanding van Havenkort. Een babyvlug die ik bijna nooit tegenkom, mensen. Alleen de laatste keer in Den Haag. En voor de rest zie ik hem nooit op een kermis staan. Hier de Cyclone als rustbaan van Reken. En Van Reken die heeft drie prachtige rustbanen. Genaamd de Tropicana, de Laguna en deze, de Cyclone. Allemaal een beetje hetzelfde thema. Het thema Hawaii, het thema water, het thema beach, het thema prachtig. Nou, dat is dus de verreken met de rupsmolens. De rupsbanen. Oh, daar gaat hij hoor, mensen. Ik zie een zoenpartij aankomen. Ja, ja. Zoenen. Maak me gek. Miljagman van Buwalda daar. Walking Waterballs. Eerst Van Wijk met de viskraam. Met een terrasje tussen, dat is wel erg goed. Fried chicken, geen KFC, maar fried chicken. En de Star Wars van Swinkels. Deze hebben we toch gemist, laat toch eerlijk wezen. Die hebben we toch erg gemist dit jaar. Had nog geen kermis gehad, dit is de eerste kermis van dit jaar. Beschamend uiteraard ook voor al de kermis die afgelast zijn. Dat deze topzaak maar één kermis gedaan heeft. Of ja, nu aan mee bezig is. De zoutmachine van Hoefnagels. Topzaakje, mensen. En dat bedoel ik nou met Den Haag en toppers. Want er staan er zo ontzettend veel, dat is niet normaal. Race O'Rama, ook weer van de partij. Nog een broodje snacks. En de river rafting. Ik kwam natuurlijk in Alkmaar ook tegen. Nu staat hij hier weer midden op het terrein. En als je hier dan bij staat bij die river rafting, is het altijd gelijk een stukje koeler. Vanwege al dat water. Kijk, daar komt zo'n bootje. Ja, fantastische zaak. Heel erg gemist door de Nederlandse game in deze river rafting van Buwalda / Kriek. Magic City als glazen dolf van Sintema. Schietend van Kabal. En nog een pusher. En goede muziek, eindelijk. Nog een Happy Wheel, Funny Plates, Aqua Blaster en een kopfeert XXL van Bootsma. En nog een keer. De Booster Max van de Voer, de enige Fabri Booster nog in Nederland. En hij is lekker hoor, mensen. Ik heb hem in Apeldoorn gedaan. Heerlijk machientje. It's the way I like it. Is dat chaos jingle? Like it. Ik zei enige Fabri Booster hoor ik net naast me, maar dat is niet waar, het is de Booster Max, enige Fabri Booster Max inderdaad. Zo, hij gaat vol gas, baby. En dat was het van de kermis hier in Den Haag. Ja, zoals ik zei mensen, alle toppen staan hier wel. Soundmachine, Toxic, Propeller, Reactor, allemaal topzaken.
Dance Mix, ook nog niet te vergeten. Alleen moet ik zeggen, Dance Mix en Sound Machine op één kermis, dat is wel gewaagd. Maar toch, Around the World, Airways Bungee, Booster Maxje, allemaal topzaken. Hele goede polyp, hè? Turbo polyp, beste polyp van Nederland. En dan ook nog eens de beste breakdance van Nederland, Future Dance. Ze hebben hier gewoon een echte topkermis staan. Ook qua corona gedoe. En alles eromheen staat het hier gewoon heel erg goed. Duidelijk aangeven, maar ik vind dat sowieso bij die bureau, de kermis, gidskermis, die hebben het gewoon super goed voor elkaar. Echt waar, het staat gewoon, ja, die prullenbak, je kijkt er niet omheen en er staat gewoon duidelijk aangeven hoe je moet lopen. Nog zijn er van die klootzakken, want andere woorden heb ik er daar niet voor, die dan toch nog tegen de richting in willen lopen. Die zou nog wel wat harder aangepakt mogen worden, naar mijn mening. Maar voor de rest staat hier qua corona heel goed en je ziet, het kan. Zelfs in een stad als Den Haag, waar een corona-uitbraak bezig is, zegt men, gaan we dan wel vooruit, kan een kermis gewoon draaien. Dus laat overal in Nederland gewoon doorgaan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Die volgende video, dat wordt er ook weer eentje, mensen, met twee giganten. Nou, tot dan. Doei!